een video die gaat over het woordje raken. En straks geef ik jullie ook een aantal verschillen tussen het Nederlands van Nederland en het Nederlands van België, het Vlaams, met het gebruik van het werkwoordje raken. Bijvoorbeeld hier, we raken het doel. Dus we raken het doel. Je hebt bijvoorbeeld een doel, een goal, een doel op een voetbalveld. En je shot, dat is Vlaams, je shot. Ik weet trouwens niet hoe ze dat in Nederland zeggen. Shotten, voetballen, maar dat zeggen wij ook. Je shot tegen de bal. Hoe zeg je dat in het Nederlands eigenlijk? Want dat is Vlaams. Of zeg je dat in het Nederlands ook? Nou, Nederlanders die kijken, laat het maar weten. Zeggen jullie ook shotten? Dus je shot tegen de bal en je raakt het doel. Je raakt de goal. Dus je gaat niet in de goal, maar je raakt de paal of rondom je. Ja, de bal komt daar tegen. Het is raak. Oh, het is raak. Hoe gaan we dat proberen uit te leggen? Even kijken. Je zou kunnen zeggen, bijvoorbeeld iemand heeft een opmerking gemaakt en dat is echt helemaal juist. Oh, het is raak. Het is raak. Het is meer een uitdrukking. Het wordt niet zoveel gebruikt. Maar dat raakt mij. Ik word er emotioneel van. Dat raakt mij. Bijvoorbeeld, ik zie een film en die is heel erg, ja, ik word daar emotioneel van, er komen tranen in mijn ogen, dat raakt mij. Hij raakte gewond, of hij raakt gewond. Gewond is een ander woord voor gekwetst. Bijvoorbeeld, hij is gevallen met zijn fiets en hij raakte gewond. Bijvoorbeeld, misschien hij heeft misschien zijn been gebroken of zoiets. Het kan erger zijn, het kan minder erg zijn, maar gewond raken. Hij raakte bekend. Hij werd bekend. Bijvoorbeeld een zanger en die heeft plotseling een heel goed liedje. En iedereen gaat dat liedje luisteren en de zanger raakte bekend door dat liedje. Hij raakte die auto met zijn fiets. Hij is met zijn fiets tegen die auto gereden. Of langs de auto, maar hij heeft de auto geraakt. Dus dat is niet goed, hè? Dat is niet goed. Een auto raken met je fiets. Dat is, allee, ja, de zin is wel goed, maar het is niet goed, want dan kan de auto beschadigen. Er kunnen krassen opkomen of wat dan ook. Dus hij raakte die auto met zijn fiets. Je zou kunnen zeggen, vrij vertaald, hij is tegen die auto gereden met zijn fiets. Ik heb die boom geraakt met de bal. Oké, ik heb een bal en ik heb die bal naar die boom gegooid. En de bal is op die boom terechtgekomen. Dus ik heb de boom geraakt met de bal. Kwijtraken. Ik ben mijn telefoon kwijtgeraakt. Ik ben mijn telefoon verloren. Waar is mijn telefoon? Ik weet niet waar hij is. Ik ben mijn telefoon kwijtgeraakt. Aanraken. Jij mag mij niet aanraken. Jij mag mij niet aanraken. Of raak me niet aan. Daar kan ik al beter een uitroepteken achter zetten. Van, raak me niet aan. Don't touch me. Raak me niet aan. Raken versus geraken. En hier hebben we de verschillen tussen Nederlands en Vlaams. In Nederland zou je zeggen, ik raak er niet op tijd. In België zou je zeggen, ik geraak er niet op tijd. Maar dat is Vlaams, hè? Dat is echt Vlaams. Als je correct Nederlands wil leren, bijvoorbeeld voor een examen, ga in dit geval dan wel het Nederlands van Nederland gebruiken. Hier. Dat ga je natuurlijk niet altijd op, maar dan ga je deze zeggen. Of deze raken. Want geraken is typisch Vlaams.
Ik denk dat dat in Nederland niet wordt gebruikt. Ja, misschien in Brabant of in het zuiden van Nederland misschien. Maar het is in ieder geval Vlaams. Zo, ik raak er niet op tijd. Ik geraak er niet op tijd. Of ik raak er niet aan uit. Ik geraak er niet aan uit. Kennen jullie de betekenis van die zinnen? Van allemaal de zinnen. Dus de eerste, I will not be there on time. I cannot make it on time. Ja, ik raak er niet op tijd. Ik raak er niet aan uit. Een voorbeeldje geven. Ja, we gaan natuurlijk Nederlands leren of Vlaams. En ik heb jullie een oefening gegeven. En het is echt ingewikkeld, complicated. Echt, je weet echt niet hoe je die oefening moet gaan maken of hoe dat je daar moet aan gaan beginnen. En dan zeg je, amai zeg, ik raak er niet aan uit. Dus als je het niet snapt, als je het niet begrijpt, als je het niet, je weet niet hoe dat je er moet aan beginnen, hè? Ja, ik raak er niet aan uit. Of geprobeerd, maar ik raak er niet aan uit. Het is te moeilijk, het is te ingewikkeld, zoiets. Zo, geraken in België en raken in Nederland. En ja, dat was het laatste van onze video. Hebben jullie vragen, opmerkingen? Zet ze in de comments hieronder. En vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zou ik voor nu zeggen, bedankt voor het kijken en graag tot in de volgende.